Ik denk het probleem op dit ogenblik met de enorme aandacht voor competentie en talent is, zie ik heel sterk vanuit een beheersdoelstelling. En beheersen wil zeggen meten, vastleggen, registreren. En dan is men een instrument nodig. En ik heb niks tegen die instrumenten. Als die instrumenten de relatie ondersteunen in het assessmentproces of in het ontwikkelingsproces, oké, zou ik zeggen. Maar als dat instrument de relatie verarmt of zelfs de relatie onmogelijk maakt of in sommige gevallen zelfs helemaal elimineert, ja, dan zitten we op een heel moeilijk spoor. En daar ben ik een beetje bang van die enorme nadruk die men legt op de tools. Ik word werkelijk allergisch voor het woord tools. En in zoveel projecten is dat een taal geworden die human resource mensen gemakkelijk in de mond nemen. We moeten er een tool voor hebben. En ik zou zeggen, een tool, oké, als dat die relationele praktijk meehelpt bevorderen, en dan wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld, ik zou zeggen, goed wetenschappelijk onderzoek is relatieverrijkend in plaats van afstandverhogend. Van waar komt die allergie van de mens in de straat tegen psychologische testen? Het is heel oud, hè? Van in het begin van het bestaan van psychologische testen, en het is omdat die niet het gevoel heeft van mede-eigenaar te zijn van het geheel. En ik denk dat we echt naar het ontwikkelen van tools of van werkvormen moeten gaan die die wederzijdse bevestiging, onderkenning, mede-eigenaarschap, die dat versterken. En dan heb ik geen bezwaar dat men het woord talent of competentie gebruikt, maar dan is het geen individueel ding meer, maar dan is het een relationele praktijkkwaliteit.